Goedemorgen vrienden, dit is een nieuwe dag. Dit is de 21ste juni. En het vertelt ons dat we hebben een grote en een machtige God die onze helper is en ons zegent. En dat de kracht van God, waar we het steeds over hebben deze weken, dat die voor heel het lichaam is. Efeze 4, vers 16 zegt ons, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, dit gedeelte moeten we heel goed lezen. Want hier lezen wij dat iedereen in het lichaam een bepaalde plaats heeft. En die plaats heeft hij om het lichaam te ondersteunen. Heel het lichaam tezamen wordt bijeengehouden door al die geledingen in het lichaam, van het lichaam. En ieder deel, iedereen heeft een belangrijk deel. Iedereen is belangrijk dus. Daar moet u van doordrongen zijn. In een gemeente bent u belangrijk. Elke afdeling is belangrijk. Elk werk is belangrijk. Prediken, dat is belangrijk, natuurlijk. Maar een prediker zou niet kunnen prediken als het gebouw niet schoongehouden werd en opgeruimd werd. En als al die andere dingen, die mensen, die belangrijke mensen die er zijn, als zij er niet waren. Iedereen heeft bekwaamheid voor dat werk te doen wat moet gebeuren. En ik vind het zo fantastisch. Dat de Heilige Geest aan iedereen ook die bekwaamheid geeft. En ook aan jou. Via de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft die geweldige mensen in de gemeentes. In die samenkomsten. Als wij de diensten in het land hebben. Dan zien we altijd die geweldige mensen die werkzaam zijn. Dan zeg ik, wat is het toch fantastisch dat zij er zijn. Ik zou nooit op het podium kunnen staan als die anderen er niet waren. Maar met elkaar kunnen we groot werk doen. Iedereen is belangrijk. Iedereen heeft zo zijn eigen werk. En wat is het belangrijk? Kijk, als je geroepen bent voor een bepaald instrument in de gemeente te zijn, dan ben jij belangrijk. Kijk, ik heb een heel klein schroevendraaiertje en ik heb een grote schroevendraaier. En als ik een grote schroevendraaier nodig heb, dan heb ik aan het kleintje niets. Maar als ik een kleintje nodig heb, dan heb ik aan die grote weer niets. Maar op zijn tijd hebben wij ze allebei nodig. En zo heeft iedereen zijn plaats in het lichaam. Wees verzekerd, ook u, ook jij bent belangrijk. God zegen je.